Kijk, dat zijn nou die kinderschoentjes waar we zo lang in gestaan hebben. Maar vanavond zijn we er even uitgestapt, omdat we er vijf zijn. Nou, nee. Maar nou moet je toch eens kijken. Wij met z'n allen van de Nederlandse televisie. We hebben eigenlijk nooit geweten dat we al zo groot waren. Toen we 5 jaar geleden begonnen, waren we met z'n 20 of z'n 25 misschien. Weet u nog wel? We zaten gelijk al hier in de moeilijkheden op. We hebben er nooit meer iets van gehoord van die inspecteurs. De Toverspiegel heette het eerste programma. En Erik de Vries had ons verteld hoe het allemaal moest. En het hele jaar zag je Erik, lang en fors en gespannen, in die hele kleine regiekamer en in dat hele kleine studiootje om met brede gebaren aan 10 mensen tegelijk te vertellen hoe het allemaal werkte. Het was allemaal verschrikkelijk moeilijk in die kleine studio, waar steeds meer mensen kwamen. En toen wachten we een eerste camera buiten de deur, een buitenreportage. Daar kwamen beroemde mensen in de studio en bij de primeur. De decors werden steeds groter. Een hele markt werd er gebouwd. Maar televisie zag steeds verder. Overal in Europa werkten honderden technici aan de bouw van enorme zenders die de wereld bij u thuis zouden brengen. Nederland aan Eurovisie. Zo zag Engeland op de beeldbuis het kinderfeest in Naarden, waar haar majesteit de koningin en prinses Margriet aanwezig waren. Eurovisie vond zijn weg. En die honderden technici en die duizenden technische en praktische problemen, daar denken we eigenlijk niet meer aan. Tegenwoordig lijkt het een kwestie van heel veel en erg onduidelijke telefoons. Dat lijkt het, tenminste. Nee, aan Luzern en Rome in de huiskamer, daaraan dachten we nog niet in dat oude Irene-studiootje, waar het zo verschrikkelijk gehoorig was dat je buiten al op je tenen moest lopen om over binnen maar niet te praten. En er was er altijd een bus op de televisiekijker die even langs reed in zijn auto en die dan toeterde voor zijn vrouw thuis. Dan verstijfden we binnen. Hoe moeizaam de camera's dikwijls hun weg moesten zoeken, dat heeft thuis nooit gezien. U heeft er wel eens wat van gehoord. En van dat kleine tafeltje daar heeft u ook wel eens wat gemerkt. Daar stonden op een dag 40 zorgvuldig gesorteerde foto's op. Ze vielen eraf in de uitzending. Tot de laatste minuut moest er altijd gesjouwd worden. Daarboven op die ladder stond op een dag een toneelmeester wat te doen met gordijnen. Toen hij daar aan een van die palen hing om een koord vast te maken, haalden ze de ladder weg, want de uitzending begon. 40 minuten lang hing hij daar aan die balk en kon niks zeggen of roepen, want het programma was aan de gang. Had je daar aan de zijkant een deur die we altijd open hadden omdat het zo gloeiend heet was.
En in het straatje buiten, daar speurden onze inspecenten naar requisieten die we niet konden kopen, omdat het er niet afkwam. En daar haalden we de melk, omdat er geen kantine was. Soms ging er wel eens wat kapot, een microfoon bijvoorbeeld. Dan kroop je heel voorzichtig om de spreker niet af te leiden onder de camera met een reservemicrofoontje, en daar zat je dan. 20 minuten lang. Dan wordt zo'n microfoon zwaar. En dan ga je transpireren. Soms waren de sprekers te lang. Dan gaven ze een teken. Dan mocht je ze niet afleiden. We worden een groot bedrijf. We hebben een nieuwe Irene. We hebben Studio Vitus. We hebben gebouwen voor onze decorafdeling, voor onze boekhouding en voor onze administratie. Beeld van bussen beheersen. Van onze straalzender kwamen steeds meer programma's naar Lopik en naar u. Onze studio's zijn nog niet zo heel groot, maar ze zijn goed ingericht. Kijk u maar eens. Het is eigenlijk te ingewikkeld om er veel van te vertellen. Ruim 200 mensen hebben elk hun taak in studio's en op de kantoren van de Nederlandse televisie. En de tijd dat we met een filmstatief op de schouders en reizend per bus onze journaal moesten maken is voorbij. In een van de gebouwen rafelt dag en nacht de T-Rex en een journaalredactie met een uitgebreide groep cameralieden brengt u het nieuws van de dag in de huiskamer. Peter Zwart, de man die een klein kamertje jarenlang decors uitdacht, kreeg met zijn medewerker Fokke Duits en de andere leden van de staf een ruim en nieuw vertrek waar frisse ideeën konden worden uitgewerkt. Ideeën voor zijn decors. En die attribuutjes die onze toneelmeesters zo moeizaam bij elkaar moesten sprokkelen, die zijn verdwenen in een enorme massa requisieten op een grote geheimzinnige zolder waar u alles kunt vinden voor een toneelstuk uit welke tijd dan ook en voor het vreemdste cabaret. U kunt er hele huizen mee inrichten. Herkent u er niet wat van? De aankleding van een decor vraagt soms om de vreemdste dingen. Dat ene kleine autootje dat altijd chockvol zat is er ook niet meer.
We hebben nu een wagenpark met 2 reportagewagens en andere auto's voor het vervoer van mensen en materialen. Dankzij de reportagewagens zijn we in staat u mee te nemen naar sportevenementen, naar theaters en bedrijven. Zo'n grote grijze wagen is eigenlijk een complete studio op wielen. Die zit er alleen wat dicht bij elkaar. Ja, er is heel wat gebeurd in die 5 jaar. En het is eigenlijk allemaal de lucht ingegaan. En we hebben er niets van overgehouden. En toch zijn ze gelukkig met hun werk. De pioniers waarvan we nog heel wat hebben in ons bedrijf. Het bedrijf dat feest viert. En daarbij de hoofden van de televisiesecties. Dat zijn de heren Kasteleins, Van Nieuwenhuizen, De Nuil, Simons en Van der Zee. Die zo graag wat meer zendtijd en wat meer geld zouden hebben van hoger hand. De staatssecretaris. Maar we moeten door. Zo, dat is stuk. En voor stukken hebben we Peter Koen en de andere mannen van onze dramatische productie. U kent ze wel. Kees van Iersel, Wim Barry, Jack Dixon, Willy van Hemert en Walter van der Kamp. Een regen van stukken hebben ze over u uitgestort. En dan wonen onze speciale regenmakers. De jongen met de gieter. Over cultuur gesproken. De culturele van de donderdagavond. Leen Tim, Ab van Roon, Milo Anstad, Atte Vries en Ben Netrop. En dan onze Zaha Haterdagavond. Trieste lieden zijn het, deze Gijs Kappershoef. Jan Smit, Jan Delfvrouw en ik ook. En Gij Luchtenburg aan Joepske Oduvree. Voor uw kinderen wordt wat dat beeld betreft moederlijk en vaderlijk gezorgd door Mieke Siebesma, Wim Barry, Leen Valkenier, Jan Moraal en Joepske Oduvree. De mannen van de productie. Maar nee, eerst onze stripgirls. De bloem van de studio. U ziet ze nooit, maar dat ze er zijn, reken maar deze bekwame rechterhandjes van de regie. En toch die productie. De trobbers met het geld, die altijd maar weer uit moeten komen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. En dan presenteren we onze cameraploeg. De mannen die achter de camera staan. Te veel om op te noemen. En zo zijn er nog velen in het bedrijf. Maar hier zijn we allemaal. Op een vrolijk feest dat we onder elkaar hier vieren in Studio Vitus. Waarbij we u van harte uitnodigen. Zolang de label in de breed voor staat. Fijn, als je nou eens echt mag doen waar je zin in hebt. Zie je de jongens in de meiden van de
allemaal bij mij.